De werkgroep oproepingskaarten van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op woensdag 15 april 2020 de oproepingskaarten die aan de achterkant zijn gedrukt door drukkerij Multiforms NV onder politiebegeleiding opgehaald en overgebracht naar het hoofdkantoor van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB, aan de Jagannath Lachmanstraat. De oproepingskaarten zullen nu aan de voorzijde worden gedrukt. Dit zal onder strikte toezicht van het Korps Politie Suriname gebeuren. Bij het printen van de voorzijde wordt er gelet dat alle persoonsgegevens van de kiezers erop staan. Dus naam, adres en natuurlijk ook het stembureaunummer waar zo'n kiezer wordt gedirigeerd op de dag van de stemming. Het onafhankelijk kiesbureau wordt bij het drukken van de oproepingskaarten in kennis gesteld en mag aanwezig zijn bij het proces. Net als bij de voorgaande verkiezingen zijn er ook bij deze verkiezingen extra oproepingskaarten gedrukt. Op basis van 385.000 kiesgerechtigden is de opdracht gegeven om 422.000 oproepingskaarten te produceren. Dit is ongeveer 10% meer dan het aantal kiesgerechtigden. Per district is er rekening gehouden met een risicofactor van 1%. De redenen hiertoe zijn mis- of herprints, uitprinten van duplicaten tijdens de colportageperiode tot de dag voor de stemming en uitschrijven van duplicaten door de stembureauvoorzitter op de dag van de verkiezingen. Wat ik u kan zeggen is dat het Korps Politie Suriname een sleutelrol heeft bij de verkiezingen. Wij moeten garanderen dat met andere veiligheidsdiensten natuurlijk, dat de verkiezingen ordelijk, vlot, eerlijk en transparant verlopen. We begeleiden veel meer zaken dan alleen maar oproepingskaarten. Alle zaken die te maken hebben met de verkiezingen die een beetje veiligheid behoeven, ja, vallen onder onze supervisie. De achterzijde van de oproepingskaart is voorzien van de wetsartikelen met betrekking tot verhindering van de kiezer bij het uitoefenen van het kiesrecht en distributiedetails. Nadat de oproepingskaarten ook aan de voorzijde zijn bedrukt, worden deze gecontroleerd en daarna verpakt. De kaarten worden dan opgehaald onder politiebewaking en politiebegeleiding door vertegenwoordigers van de desbetreffende districtscommissariaten. De oproepingskaarten worden op het commissariaat voorzien van een stempel van het districtscommissariaat en zijn dan klaar voor distributie aan de kiesgerechtigden binnen hun gebied. De distributie van de oproepingskaarten aan kiesgerechtigden is gepland voor eind april. De trainingen voor het stembureaupersoneel die geen voortgang kon hebben door de strenge maatregelen in verband met COVID-19 zijn op maandag 20 april hervat. Deze mededeling deed de directeur van Binnenlandse Zaken, Putri Devi Amat Sumarto, afgelopen zaterdag tijdens een meeting met alle districtscommissarissen. De trainingen voor stembureaupersoneel begonnen op 14 februari en werden op 13 maart opgeschort. Door de ontstaande situatie in het land heeft BISA een digitaal programma ontwikkeld, waardoor het overig stembureaupersoneel toch nog klaargestoomd kan worden voor het werk. De DC's kregen middels een presentatie een demo van de online trainingen. De meeting van vandaag gaat meer om de voortzetting van de training van ons stembureaupersoneel. We zijn reeds van start gegaan in februari om ons stembureaupersoneel te trainen. En we hebben toen een rooster uitgezet van de verschillende districten. En we zijn gekomen tot op de helft van het stembureaupersoneel om te trainen. Althans, we hebben de helft al getraind. Nu moeten we de rest trainen, de rest van het stembureaupersoneel. En vanwege de wijziging van de hele situatie hebben we dan nagedacht hoe we het trainen verder kunnen voortzetten. We hebben een programma, een digitaal programma ontwikkeld, waarbij we het personeel dan op zo'n manier kunnen trainen.
En dan gaat het om het personeel dat nog niet is getraind. De directeur zegt dat gelet op de omstandigheden zij de virtuele trainingen als enige optie ziet. De leden die nog getraind moeten worden zijn door het ministerie gebeld om hen op de hoogte te stellen van de online trainingen. De trainees moeten hun lesmateriaal, dat bestaat uit een cd met een instructiefilmpje, het handboek voor stembureaupersoneel en de wetgevingsbundel ophalen op het ministerie. Het is de bedoeling dat de trainees hun lesmateriaal goed doornemen. Er zal een virtuele klas gevormd worden waarin de trainers en de trainees gekoppeld worden. De trainees kunnen met een Gmail-account inloggen om toegang te krijgen tot de geplaatste documenten en het videomateriaal. Het gaat om 4 districten die we nog niet hebben getraind, of althans het personeel dat we nog niet hebben getraind. En inderdaad is het ministerie van Binnenlandse Zaken thans bezig om dit personeel te contacten om hun trainingsmateriaal op te halen. Hun trainingsmateriaal bestaat namelijk uit de bundel, de verkiezingsbundel, dus de kiesregeling, kiesbesluit, de grondwet. En natuurlijk ook het handboek. Ze kregen natuurlijk ook een cd'tje met instructiefilmpjes. En dat ontvangen ze dan van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De bedoeling is om alvast alles door te nemen. En voordat ze dan beginnen met de training. Het voordeel van deze virtuele training is dat de trainees op hun eigen tempo thuis op hun mobiel of computer de filmpjes tot zich kunnen nemen. Deze filmpjes zijn 1x24 uur beschikbaar op het portaal. Er is 2 weken uitgetrokken voor deze groep. De trainers zullen op gezette tijden in de ochtend en avond beschikbaar zijn voor interactie en vragen vanuit de trainees. Na de training zal er een toets worden afgenomen. De mensen die de training nu volgen zullen wel de toets afleggen. Deze training is een digitale training. In het begin hadden we aangegeven dat we 2 dagen training zouden doen met een responsdag. Deze training heeft eigenlijk alle virtuele filmpjes geplaatst op het portaal. En we hebben dan ook een klassikale virtuele classroom gemaakt. En dit zal ongeveer een dag duren.